Met de zomertour gaan we ook altijd op zoek naar bijzondere winkels. En daar stikt het van in Dordrecht. Zoals bijvoorbeeld 313 hier in de Voorstraat. Het is ook nummer 313, of niet? Ja. Daar komt het vandaan. Daar komt het 313 vandaan. Is niet een of andere strip of zo. Die nou, is wel toevallig ook het nummerbord van Donald Duck, zijn auto. Ja, nee, echt waar. Ja. Dimitri Horst groeide op tussen de strips. Zijn ouders runden stripwinkel Sjors in Dordrecht. Ik ben nog net niet geboren in een magazijn. Mm-hmm. Misschien wel verwekt in het magazijn, of niet? Nee, dat niet. Nee, dat hebben ze in een Franse, op een Franse camping in een oude Franse bakkersauto. Dat weet jij dan ook gewoon? Ja, ze hebben me later een keer meegenomen. Toen zei ze, ja, hier is het gebeurd. Dus ja, als je dan aan een baan toe bent, dan wordt dat al gauw iets met strips. Strip Curiosa werden het. Beeldjes, boeken, posters. Maar helaas, de kassa rinkelt niet vaak genoeg om de rekeningen te betalen. Vandaar dit briefje op de deur. Helaas ben ik zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gesloten. De rest van de week ben ik open. De rest van de week ben je wel open, dat is dan zeg maar... Vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag. Ja. Hoi Treus. Hoi. Tegenwoordig doe ik ook klusjes. Ben ik een kleine klusser. En dan ga ik bij mensen, doe ik gordijnrails ophangen of muren witten. En andere dingen waar ze zelf niet aan toe komen of niet kunnen. En gaan we dan gezellig samen een schutting kopen? Ja. Dan regel ik een auto met de aanhanger. Ja. Leuk. Omdat het dus niet zo lekker met de winkel ging en je toch wil eten en in een huis wil wonen. Dan moet je toch wat als ondernemer zijnde. Ja. Er is hiermee red je het wel. Hiermee gaat het best goed eigenlijk. Ja. Dag lieve Truus, dankjewel voor deze werk. Ik zie je volgende week dinsdag. Doeg! Dag!